dat lekker, meisje? Is dat lekker, kind? Ja, hé, brokjes, hè. Zelf het zonnetje in huis met dit weer, ja. Het is vandaag alweer reeds maandag 2 oktober en we leven om 12 uur 49. Ja, ik ben boven ook alweer even aan het werk geweest en dan vergeet ik weer de droger aan te doen. Oh, oh, oh. Nou ja, dat doen we straks wel. Ja, dat moet wel gedaan worden, want er zit wasgoed in. Dat moet even droog, ja. En die moet niet op koud. En aangezien dat die deken er het laatst in heb gezeten op koud, want die was droog, maar het ging om de haren. En dat schijnt ook wanneer je de droger op koud zet, schijnt dat ook te lukken. Wist ik, ik heb dat ding nog nooit niet op koud gehad. Nee, want dat heb ik niet nodig normaal gesproken. Dus dat heeft Sandra gedaan, maar ik weet niet of ze hem terug heeft gezet of zo. Nee, dat weet ik niet. Dus dat laat ik maar even naar Sandra over. Sandra. Astrid, hè? Ik met die namen, oh ja, die jongen had zoveel namen, die, oh, het gaat allemaal door elkaar heen. Maar in ieder geval, ik ga lekker even met Rijka lopen. Ja, want het is prachtig mooi weer, nu op dit moment, het heeft gehoost. Maar het is nou mooi weer, enkel het waait nog als een raket. En we krijgen windstoten, ook dat nog. Vanmiddag rond 1:00 of 3:00 tot vanavond 11:00 geloof ik. Maar ja, oké, ik kan de pret niet drukken. Nee, daar gaan we gewoon doorheen. Ja. Hé, Rijka? Wat jouw meisje? Ja, hé, kind. Wat stikkie, hè? Je oortje staat scheef. Moet je even weer terugslaan. Ja. Maar ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja. Ik heb er maar 2, maar ik zeg niet wat eraan komt. Nee, en ik pak mijn oog die prikt, ook dat nog. We krijgen wel weer alles tegelijk, hè. Maar ja, gaat wel weer over de knaatkereltje bij Nederland, anders maar niet. Nu zit ik niet mee. Hé? Hé, Kandalf. Ja, Kandalf die is ook binnen. En die ga ik eerst zo even eten geven. Dan kan die de gang in en dan glipt die niet achter mijn benen langs. Ik wil hem nou even gewoon niet mee hebben. Nee, kan niet altijd. Nee. Ik probeer mijn blokjes groter te maken. Ja, dan heeft Rijka nodig. Lekker even wat verder lopen. Hé, meisje? Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Als bij jullie ook de zon schijnt. De lucht is blauw, hier en daar wat bewolking. Maar achter kan de pret niet drukken. Niet toch? En ja, ik heb een pleister. Nou, ik heb me daar... Dat is nog helemaal kapot van mijn bureau. Ik leunde te veel op mijn rand van mijn bureau met de muis vasthouden. Ja, en dan gaat het open op een gegeven moment. Dus ik heb er zalf op gedaan. Pleister op gedaan. Want ja, die zalf dat geeft af op je kleding. En dat vind ik zonde van mijn kleding. Dus dan doe je er een pleister op. Ja. Want dat is zalf, dat krijg je er 1, 2, 3 niet meer uit. Dus, maar ja, oké, ik kan de pret niet drukken. Nee, helemaal niet. Nee, ik wil het gewoon niet in mijn kleding hebben, dus dan doe je er een pleister op. Ja, dat doen jullie denk ik ook wel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En ik, het kan al zijn naam. En Rijka haar naam. Waar is ze? Daar komt ze. Oh, gaan we naartoe. Is dat lekker, meisje? Is dat lekker, kind? Ja, hé, brokjes, hè? Is je brokjes, hè? Jo. Oh, uitrekken, hè? Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. En we spreken elkaar later wel weer. Ja, toch? Tot dan. Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes retour. Ik heb heel druk gehad, want deze telefoon die stroomde over qua foto's en filmpjes en datjes en dingetjes. Dus dat heb ik allemaal naar mijn pc gebracht en naar mijn externe harde schijvengedeelte.
Dus ja, we kunnen weer volop verder. En Astrid is natuurlijk al geweest, logischerwijs. Ik ga nou zo meteen een vlog in elkaar zetten, want dan ben ik natuurlijk daardoor laat mee. En ik krijg het ineens koud, dus ik doe zo meteen even mijn vest aan. Het lijkt wel of het daar warmer is dan hier. Maar ja, dat heet meestal, hè. Ik heb ook geen kachel aan. Het is 20 graden in mijn huis. Oh ja, dan hoef ik geen kachel nog aan. Nee, toch? Nee. Dat, Karen die heeft al gebeld. Die vergaat van de pijn. Zitten. Ze moet zo om 17:15 ook bij de tandarts wezen. Niet leuk. Nee, echt niet leuk. Het is vreemd weer. De regen valt te pakken van de lucht, maar het regent nog steeds niet. Maar het is wel, daar is donkerder dan daar. Ken je dat? Maar in ieder geval, ik ga lekker een bakje koffie maken. En die neem ik mee daar naartoe. En dan ga ik lekker daar ervan genieten. En gelijk even een vlog in elkaar zetten. Ja toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie verdere dag. Doe het met een lach, doe ik ook. Wees blij, wees vrolijk. En wees zelf het zonnetje in huis met dit weer, ja. En moet je erop uit? Nou, trek je wel wat warms aan, want tenminste wat winddicht is. Want het waaide hard, moet ik zeggen. Want zo te zien waait het nou niet meer hard. Ja, er staat nog een beetje wind. Nou ja, en natuurlijk ook regendicht, waterdicht. Want je weet nooit niet of het gaat regenen, ja of nee. Dat weet je maar nooit in Nederland, hè? Kikkerlandje. Dus ja, hou daar rekening mee. Of neem een paraplu mee of wat dan ook, weet je. Dan hou je het in ieder geval op je kleding en op je huidje droog. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later!